de vorkheftruck te gebruiken. In logistiek, maar natuurlijk ook de boerderij, bijvoorbeeld aardappelkisten of palletjes vervoeren. En in deze video meer details van deze Brüder vorkheftruck. Dit is dus van Brüder, dat is allemaal in de schaal 1 op 16. Dat betekent dus lekker grof groot speelgoed en allemaal gemaakt van sterk en stevig kunststof. Deze vorkheftruck heeft dus het stuur achterop zitten. Dat betekent dus hier achterop zit een draaiknop. Dan kun je ze ronddraaien en op die manier stuur je dus met de achteras de heftruck. Het gaat natuurlijk vooraan om de lepels te kunnen stellen. Er zitten standaard hier twee pellets bijgeleverd. En met behulp van de topcilinder kun je deze zo stellen. Spulletjes oppakken. En deze pak je om deze weer langs naar boven toe te trekken. En dat hij dubbel werkt met behulp van die touwtjes kun je dus enorm hoog komen wat je ziet. Kijk, hier trekken ze helemaal naar boven toe. Kun je dus een mooie hoogte zo de pellets wegleggen. En op het moment dat je juist meer uitbreidingstukken wil, kan dat ook nog eens een keer. Met bijvoorbeeld die manden, kist of meer pellets. Die passen hier gewoon weer voorop. Een mooie, echte Nederlandse linde vorkheftruck van Brüder in de schaal 1 op 16. Vind je het een mooi product? Wil je er meer van zien, foto's zien of bestellen? Dan kan het bij Tim's Speelgoedboerderij. Klik ervoor op de link die je naast in beeld ziet.